dames en heren, vet dat jullie weer kijken naar Split Splint, een nieuwe video. En vandaag weer een nieuwe video. Ik sta weer voor je beeldscherm. En dat is natuurlijk, voor de andere mensen is dat leuk. En voor andere mensen is het ook niet leuk. Snap je? Dat ik voor je, dat ik in je beeldscherm zit. Oké, ik ga mijn leven staken. Doei. Nee, maar even zonder dolle. Ik ben dus gehackt. Dat was vorige week zaterdag en zondag. En ik heb lopen janken. Nou, niet janken, maar wel echt tranen in mijn oogjes gehad van... Yo, waarom doet iemand dat? Ik heb maar 600 abonnees. Waarom zou je überhaupt iemand met 600 abonnees hacken? Doe dan gewoon PewDiePie of zo, weet je. Dan is het nog een beetje... Dan kan je nog een beetje trots zijn van... Nou, die heb ik even gehackt. Daar ben ik trots op. Dat kan ik aan vrienden vertellen. Want ja, als ik nou de 16.000 abonnees had... Dan was het een ander verhaal geweest. Maar nu is het echt zo van... Hacker, je bent super zielig. Want ja, je pakt iemand die dus maar 600 abonnees heeft. Goed gedaan, hè? Leuk. Iemand van 600 abonnees hacken. Dan ben je echt goed bezig, man. God, ik kan leren. God, god, god. En ik vind mezelf zo lelijk in de kamer, dat wil je niet weten. Oh, wat erg. Zou ik gewoon stoppen met YouTube? Kijk hoe lelijk... Oh, jezus, mijn nezus. Nou, gewoon lekker door me heen kijken. Maar het was dus zo dat ik dus tot 4 uur 's nachts heb gefixt dat ik dus mijn account terug kon krijgen. En dus ik heb zelfs mijn stagebegeleider Ruben heb ik geconnect. En daar heb ik dus de hele avond mee gebeld. En het lukte eerst niet. En toen had mijn broer dus een ander e-mailadres. Waar die dus ook op was ingelogd of zo. Weet ik van wat het was. Het was eigenlijk een soort van gehackt op mijn e-mail en op mijn social media. Dus ik kon helemaal niks. Maar mijn broer die heeft dus een e-mailadres. En daar kon hij dus bij. En ja, zo is het een beetje gefixt. Ik heb me lopen stressen. Bjorn was er ook bij. En ja, we hebben met z'n tweeën gehuild. Wiki pakjes gedronken. Je hebt voor iets gestreden, 600 abonnees, en het wordt gewoon weggepikt. Het is echt zo van, nou, daar sta ik dan weer. Hè? Waarom gebeurt mij dit? Ik heb mijn wachtwoorden al lekker veranderd, dus hacker, ga maar weer ontcijferen wat voor wachtwoord het is als jij daar blij van wordt. Best wel een moeilijk wachtwoord en niemand gaat het verwachten, want het is een zielig wachtwoord. Iets schattigs is het, dus niemand kan het raden. Haha, lekker voor je, hacker. Ik hoop dat je stipt in de banaan. Ja. Ja. Maar dat wou ik even kwijt. En de kanaalreviews, die worden gewoon gedaan. Alleen wordt dat iets later gedaan, omdat ik, ja... Ik was aan het fixen dat ik weer bij mijn kanaal kon. En ik moet weer verder werken, doorwerken, dat ik weer... iedere dag kan uploaden. Dus het is allemaal een beetje moeilijk en een beetje stresserig. En maar ja, wat gaat de pret gewoon niet verderven. We blijven altijd blij en altijd vrolijk. Nou, plaats allemaal even in de reacties wat je van die hacker vindt. Een klootzak, een sukkel, maakt niet uit. Jullie mogen gewoon lekker scheldwoorden hieronder plaatsen. Dat vind ik wel een keer leuk. Niet de scheldwoorden dat iedereen doodgaat en zo. Bijvoorbeeld het woord kanker, dat is niet zo heel erg nice. En ja, dat is het wel een beetje. En ja, plaatsen, dat heb ik al gezegd. What the fuck, Arthur, je bent weer helemaal gek bezig. Delen met je vrienden en mondelings over Prettify praten, want dat is altijd leuk. Dan zeg je, Arthur is zo lelijk achter de camera. Je moet gewoon kijken, zo lelijk is hij nou. Leuk dat jullie hebben gekeken. Doei doei, sukkels. Ik mag jullie allemaal. Doei.